Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner Podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner Review. En um, toevallig komt het perfect uit, want ja. het is uh, eerste kerstdag. Ja. Ja, 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 ja. ja. En ja. daarom hebben we besloten om uh, een kerstfilm of een kerstspecial te maken met een kerstfilm. Mm -hmm. Maar voordat ik aankondig welke film het is, jongens, uh, kerstfilms, kerstspecials. Hebben jullie daar iets mee? Kijken jullie kerstfilms ja. tijdens kerst? De Grinch. Grinch. Home, Home, Alone. Home, Home Alone. Alone. Home Alone. Nee. Home Alone. Iconisch films. Ja, ja, ja. En uh, dat is het. Yeah. Ah, die, die Hard. Die Hard. Die hard. Die hard. Ah. Af, en, nee, maar af en toe komt er nog wel eens een film. Silent Night. Candy Cane Lane. Candy Cane Lane was wel echt kut. maar wel, Meestal zijn kerstfilms ook gewoon kut. Weet je wel? Yeah. Kwalitatief is het niet echt een uh, goede dingen. Ja. Maar, maar deze film die we vandaag gaan bespreken. Yeah. Dat, ik denk dat dat echt een blijvertje is. Dat wordt een kerstfilm. Uh, is... Die we over tien jaar nog steeds gaan kijken. Misschien jij niet. Jij wel? Ik wel. Ja, ja. ik misschien ook. Uh, maar het is niet een typische kerstfilm. Het heeft een kersttint, maar het Flop. valt wel een beetje onder kerstcomedy-film. Uh, mm. um, Comedy? Ja. Oh, je vond hem niet grappig. Mm. Dat is, nee. <laughs> nee. nee, Of het is niet jouw humor. <laughs> nee, nee, humor. Het is nee. niet jouw ja, humor. Dat is mee. Ja, ja, de ja. film waar we vandaag over gaan hebben is uh, The Holdovers. Ja. En ik moet er gelijk wel bij zeggen, in Nederland komt hij pas in januari uit. Uh, best wel bizar. In Amerika kwam die in november uit. Snap ik. Maar hè, richting kerst toe is een kerstfilm. Ja. Maar waarschijnlijk dachten ze in Nederland. Niemand gaat hier naar kijken. Totdat uh, ze merkten van. Dit is echt fucking goed. Uh, want ze gaan hoe dan ook nominaties pakken voor deze film. Tijdens de Oscars. Yeah. Dus dachten ze van. Hè, misschien moeten we het ook deze ook in Nederland laten draaien. Maar dan doen ze dat in januari. Ja, <laughs> wanneer ja, kerst ja, al ja. is geweest. <laughs> maar ja. Uh, we gaan over de film hebben. Laten we snel beginnen. De uh, Holdovers. Jongens, um, zoals we altijd doen, um, de film in één woord. Um, oh, oh, lastig, lastig, lastig. Heb jij ja, heb, je. Uh, heb je een woord? Ja, heb een woord? Um, gebaseerd op de hoofdrolspeler. In de steek gelaten. In de steek gelaten. Dat zijn meerdere woorden. Matisee, ja, maar In de steek. Dat nee, is geen woord. Maar hè? jij ja. gaat nu ook een woord op. In ja. de steek Ere. gelaten. Laat Laten we een zin doen of zo. In één zin. In één zin. In één zin. In één in zin. zin. Uh, ja. Sentimenteel. Sentimenteel. Ja, dat, is, is dat, een? dat is een woord. Uh, ja, ja, ja. Ik, ik wil zeggen. Uh, Christmas spirit. Ja. En dan heb ik het vooral over het ja. einde. Ja, 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 ja. Aan het ja, einde ja, is ja, 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 meestal ja. alle kerstfilms einde is altijd op deze manier. Ja. ja. Uh, de Holdovers, ja, de, de naam verklapt het al. Ik ga even kort vertellen waar de film over gaat. De Holdovers, mm -hmm. de naam verklapt het al. Um, het is, uh, winter is aangebroken. Uh, er zit een kerstvakantie aan te komen. Alle studenten gaan op vakantie. Uh, de hoofdrolspeler gaat ook op vakantie. Tot op het laatste moment wordt teruggebeld. En uh, gezegd van uh, uh, je moet op school blijven. En uh, samen met hem blijven nog een x-aantal andere studenten. één leraar en één kantinejuffrouw blijven over. Uh, de andere studenten zijn alsnog pleiter, dus blijven ze met z'n drieën over. Uh, Terwijl ze daar zitten, heb je één gast die is een beetje. Uh, maar die groeien naar elkaar toe en dan ontstaat een klik. Uh, jongens, um, wat vonden jullie van de film? Gewoon even heel kort. Niet in een woord, maar gewoon even. Ik, um, <laughs> ja. Ik weet niet. ene kant, uh, hij is interessant. Ja. Uh, dus uh, je blijft hem wel kijken. Mm -hmm. Alleen, ja. Ik weet niet, man. Ik, ik, uh, ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Eigenlijk. Maar heb, jij, heb jij wel uh, een terug. mening uh, klaar liggen? Nee, deze film. Um, ja, hoe moet ik het uitleggen? Kijk, het is dat achter iets. Ja, juist. Um, maar niet de typische kerstmisgevoel dat je verwacht op zo'n een van de klopt, manier. Niet ja. tot... En wat ik goed vond in deze film. Uh, de karakters die ze ja, ja, hadden gecreëerd. Ja. En ik voelde me wel gewoon soort van geïnteresseerd en verbonden aan. Bijvoorbeeld, je had. Uh, de de hoe die, was die docent van. Uh, Leraar, ja. ja? Ja, dat hij gewoon een apart typetje was. Ja. Ja. Uh, en hij stond naar vis. En hij stond naar vis. <laughs> maar volgens mij moest alles via regels, dit, dat. Ja. Dus in het begin krijg je een idee van dat hij echt een. Uh... Je haat hem. Je haat hem. Je ik haat haat, hem ik had op. hem ook het gevoel van: ah, oh, ik haat hem. Waarom Ter... moet het altijd zo lastig? Ja. Zo'n idee. Ja, zo n, zo n ik, ja, ja ik had het idee ja. dat er niks menselijk in hem zat. Nee, ja, inderdaad. En naar het einde toe veranderde mijn hele mening daarover. Zag je dat wel, dat hij een menselijke kant had? Ja, maar die karakter van die jongen, die breekt hem een beetje. Ja. Het, ja. het, het zijn twee karakters die echt met elkaar botsen, eigenlijk. Ja, ja, ja. En daarnaast had je uh, het karakter van uh, de continue Juffrouw. Ja. Dat is soort van, niet echt een side story, of misschien wel, van ja, hoe de, zij zich voelde. Want haar, haar, haar backstory voegt wat toe aan het verhaal. Is. Precies. Ja, Ze ja. heeft haar zoon verloren tijdens de oorlog. En, uh, maar zij, ja, daar moeten hun twee ook een soort van rekening mee ja, houden. Ja, klopt. Omdat het toch, het is toch kerstmis is en je wilt haar niet kwetsen. Ja, en dan vooral omdat die twee karakters botsen. Ja. moeten ze wel rekening mee houden ja. dat ze haar niet kwetsen. Ja, <laughs> klopt. Maar zij zorgt dan wel weer een soort van. Zij is dan wel weer een soort van neutrale partij tussen die twee. Ja, ja een Soort van je? de moeder van een. Uh, uh, ja, dus ja. het is echt perfect, eigenlijk gewoon uitgestippeld. Ja, en maar, zag, maar ik wil wel gelijk met een feitje komen. Want ja. uh, wist je dat dit eigenlijk uh, uh, geschreven is als een serie? Mm -hmm. Dat vervolgen als een serie een pilot van een serie, dat ja. uiteindelijk nooit is verfilmd. Oké. Okay en dat ze daarna het script hebben gepakt en geflipt hebben naar een film en dat het nu uiteindelijk een film is geworden ja oké okay. gek en besef waarschijnlijk liggen er nog honderden scripts zo in een ijskast ja. Die wow. partijen wat die heel vaak doen, uh, die kopen dan het script en die hebben dan een soort van een jaar of twee zeggenschap over het script en die vervullen het nooit puur om die concurrentie eruit te halen. Mm, ja. En dan wordt het nog een keertje verlengd door 100 dollar tegenaan te gooien en dan ja, ja. kan die andere partij hem nog steeds niet maken. Maar zelf hebben ze er ook nog steeds het idee van we gaan deze niet maken. Ja. Maar dit is, uh, dit is echt best wel zonde eigenlijk als je kijkt. Als dit gewoon in een ijskast was blijven liggen, uh, dan hadden we deze film niet. En, maar dit is uiteindelijk gewoon een fucking mooie ja. film geworden man. Ja. En zoals je net zei, ik denk dat deze film ook over tien jaar nog bekeken zal worden. Ja, best wel iconisch eigenlijk. Misschien. Ja, ja. En, en de dingen is echt fucking nice man. De, de hele retro vibes. Ja. heet Ja. Ja. Dat ja. hebben ze echt ziek gemaakt. De twaalflijn speelt zich af in 1970. Ja. ja, ja. Ze vieren ja. de 71 gaan ze dan ja. op een gegeven moment vieren. Oh, ja. Dus ja, het ja, speelt zich ja. af in de jaren 70, of ja, in 1970. Mm -hmm. Maar de, met het retro vibes bedoel ik ook gewoon het intro, wat je wel wat eraan zit. Uh, bijvoorbeeld je opent de film en je krijgt gelijk de 70s Universal Pictures intro. Ja, ik dacht eigenlijk ja, 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 ja. ook, oh, heb een verkeerde film of zo, weet je? Ik zat te kijken, ik zei, klopt het wel. Want maar dat dus, zijn die van. Jij zei die, al die, van tevoren, die, die, van, die kleine details ja, zijn dat. Maar jij ja, zei ja. al van tevoren, want ze hebben echt die old school intro er ook in gegooid. Ja. zei dus ik, oh ja, Oran oh, zei dit. En dan die title-page, weet je wel. Ja. En dan mm -hmm. zie je zo'n R'tje met gewoon zo'n old school dingen en dan. Ja. Maar ook gewoon, uh, dat heeft eigenlijk niks met film te maken, maar ook gewoon die hele kostuum en set design en zo wat ze hebben gemaakt. Dat is echt super nice gedaan, man. Ja, ja. En uh, ja, het hele look and feel van de film is gewoon ja. geweldig, man. I fucking ja. love it, gewoon geweldig. Zeker. Um, <kwijls> ja, over het verhaal zelf. Um, ja, wat kunnen we over het verhaal zeggen? Ja, ik vind het gewoon goed gedaan uh, dat ze laten zien hoe de strenge docent, dat die verandert op een of andere manier. Ja. Die verandering. Ja. Ik, hebt, ik heb, maar ik... we, moeten wel, we moeten wel zorgvuldig zijn. Want gaan we nu de heleboel spoilen of niet? Ja, ik wil, ik wil het spoilen, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, dat is een ik beetje uh, ja, ja, ik ja. <laughs> ja. Maar misschien moeten we dat niet doen. Ja, nee, maar ja, die, die ene jongen bijvoorbeeld. Uh, die, die heeft dus heel veel achter de hand. Uh, maar die stelt zich nog niet kwetsbaar op. Mm -hmm. Of die, ja, die, die, die laat het niet zien. Ja. Uh, en dan uh, gedurende de film, die docent die heeft ook natuurlijk heel veel background, maar die laat het ook niet zien. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment uh, gaat die, die, die vrouw er tussenuit, omdat ze dan op bezoek gaat naar de zus die dan yeah. zwanger is. Mm -hmm. Daar zit dan ook weer een verhaal aan, yeah. uh, want zij heeft haar eigen zoon verloren, maar er komt een nieuwe baby van de zus. Yeah. Uh, vervolgens die twee kunnen dan samen op pad. Uh -huh. uh, dan is het in één keer vrijspel, want zij is er niet bij. Ja. En dan komen er allerlei shit naar buiten uh, wat je niet achter bij de personen zoekt. Uh -huh. uh, die jongen die heeft dus, die zegt heel tijd van ik heb geen vader, ik heb geen vader. Ja. En dan komen ze erachter dat hij wel een vader heeft. En dan, uh, ja, ik moet nu echt zorgvuldig gaan uitleggen, want uh, ik denk dat ik de hele boel ga spoilen. Ja, ja. uh, maar dat breekt dan weer die docent en zijn harde uh, hoe heet dat? Oh, harde karakter. Is een harde handen. karakter. Ja. Uh, vervolgens uh, ja, is alles gedaan. Uh, komen ze terug. En dan daar is er in één keer in de klaslokaal is een heel andere vibe. Ten opzichte van het begin van de film. Ja. Yeah. Uh, dan is die karakter van hem een beetje veranderd. Uh, naar wat softer naar die jongen toe. Want ja. ze hebben elkaar leren kennen. Ja. Uh, vervolgens uh, helemaal aan het einde. Was het verrassend? Ja, ja, zeker. Want de docent die wordt dan op het matje geroepen uh, en dan wordt er dingen aan hem gevraagd. En dan uh, geeft hij een antwoord wat je niet, niet had verwacht. Niet verwacht, nee, nee. dat niet. Nee. En uh, daarmee toont hij wel aan dat hij de tijd dat hij heeft gespendeerd met die jongen uh, dat dat hem compleet heeft veranderd. Ja, ja, en het was tegelijkertijd ook een einde wat ik niet had gehoopt. Nee, klopt. Ja. Um, maar kunnen we erover nadenken dat er misschien nog een vervolg zal komen? Nee, ik denk niet dat nee, er nee, een vervolg gaat komen. Nee. Nee, nee. Oké. Okay. Um, daar is de film ook niet nagemaakt, denk ik. Want het is ja, geen uh, Warner Bros. Productions nee, uh, okay. die uh, nog ja. 60 films hiervan gaat maken. Het nee. is wel MGM. <laughs> MGM is de laatste tijd ook heel goed bezig. Uh, George Clooney's uh, The Boys and the Boat, volgens mij heet die. Uh, die denk ik ook dat die ook gewoon fucking mooi gaat zijn. Uh, maar MGM is de laatste tijd ook heel goed bezig. Uh, MGM, is niet zo be MGM heeft een bepaalde type. Uh, films altijd. Ja. Uh, maar ze zijn niet zo bezig met uh, een part 2 of part 3, een sequel, een trilogy, een prequel, een sequel, a dit en mm. dat en zus en zo. Ja. Dus ik denk dat er hier geen vervolg aan gaat komen. Ja. Maar ja, de vraag is, de film is uh, kerstgetint. Wat maakt deze film een kerstfilm? <laughs> ja, wat maakt deze film een kerstfilm? Ik denk zelf uh, zoals dat, dat ze naar elkaar toe groeien. Dat ze naar elkaar toe ja, groeien. De, de jongen die moet overblijven, die wil eigenlijk... In het begin toch. Ja, hij wil bij zijn ouders. Ja, ja, ja kerst vieren. Maar uiteindelijk pakt het goed wel leuk uit voor hem, denk ik. Ja. Ik, ik uh, denk dat hij een betere tijd heeft gehad met... Uh, denk ja, de ja, terug. Ja, ja, ja. En ik heb op een gegeven moment... Ook, ik had in zijn positie willen zijn. Zo van op een gegeven moment. <laughs> ja, 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 <laughs> ja. ja, ja, ja. Nee, wat ja. de kerstfilm maakt, volgens mij toch dat samen zijn. Family, toch? Dat ja. is nog meer dat. Uh, klopt. Gevoel. En op een gegeven moment uh, gooien ze de kerstboom de deur uit. Omdat... Uh, alle studenten toch weg zijn. Ja, ja, en klopt, dan, ja. Sluit Koop hij boom. ja koopt hij als nog een breek zijn karakter, inderdaad, koopt hij als nog een boom voor, mm. voor hun en met ja, allemaal ja. cadeautjes eronder. Ja, ja. En uh, dat was best wel grappig. Hij geeft iedereen dezelfde ja, het cadeautje. Boek. En ja. aan het einde uh, <laughs> zie je zijn kamer en dan heeft hij een hele doos vol met diezelfde boeken staan. Ja, <laughs> klopt. Maar ik moet wel zeggen, het boek is best wel goed. Hè? Dus uh, een uh, stoïcisme uh, noem je dat. Uh. Mm -hmm. Maar je hoort die leraar, hoor je ook steeds tegen die kantinevrouw zeggen, weet je wel. Van ja, het zijn mijn kinderen, weet je wel. Die hebben het sowieso goed. Ik weet niet wat ze aan het klagen zijn en zo. Ja, ja. Totdat hij op een gegeven moment ook gaat inleven in die jongen, weet je wel. Van uh, hij, hij is die en uh, dit krijgt hij niet van zijn ouders. Bij wijze van, weet je. Mm, yeah, yeah. En dan gaat hij toch wel medelijden tonen. En ja, ja de ene kant, ik, ik vind het een goede film. Het verhaal, mm. het verhaal is sterk en uh, ook hoe ze karakter breken en zo. Maar ook hoe die dat langzaamaan opgaat. Het is niet uh, dat hij op dag 12 in één keer wakker wordt en het is in één keer een heel ander persoon. Mm, het ja, gaat echt ja. stap voor stap, gewoon ja. ook hoe het echt bij een mens gaat, weet je. Ze breken ja. langzaam al. Ja, wel. ze breken ja. langzaam, breken ze. Ja. En uh, dat is toch wel dat kerst weer, dat, ja, weet je, wat jij al zei, ja. met kerst, het is gewoon familie, lekker warm, mm. gewoon gezellig. Ja. Hij gaat van dat serieus af. Want ja, die, gasten, die, die kinderen die hebben twee weken vakantie. En die man die heeft gewoon een hele planning. waarvan de kinderen gewoon schrikken. Weet ja. wel, van, wat dat je mag weet, eigenlijk yo. niet gebeuren. Je mag als docent, zijnde, oproep je aan alle, Nederland, alle <laughs> docenten in Nederland. <laughs> Het is vakantie, ja. ja vakantie ja, 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 ja. is vakantie. Ja, Lees hoofdstuk 6 tot en met 38? Nee, vakantie is vakantie. Ja, 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 ja. Weet je, maar dat hadden we toen ook altijd op school. van, Ja, jongens, jullie hebben twee weken vakantie. Dus bij uh, ja, van de vakantie wil ik dat hoofdstuk 1 en 2 klaar zijn. Hoofdstuk ja. 1 tot en met 38 moet je doornemen. Weet je, dat, dat is was geen vakantie meer. Dat is gewoon thuis school, Was op een gegeven moment ja, ja. ook zo'n joke dat, die, dat ze zeggen van. Uh, ja, je moet hoofdstuk 2 tot en met 6 lezen. Oké, okay, mooi, geen huiswerk. Ja, 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 ja. Nee, maar wat ik wel zeg, zo'n zo kerstfilm als dit. Ja, het, het is, is het ook echt een kerstfilm? Dat is nog altijd de vraag, weet je wel. Is Die Hard een kerstfilm? Dat is nog altijd de vraag. Maar een kerstfilm als dit wordt, wordt al lang niet meer gemaakt, man. Nee, maar zeg maar. Een kerstfilm, dan hoeft niet altijd de kerstman langs te komen. Nee, ja, maar dat, ja, dat staat wel ik. onder kerstfilm. Wanneer iemand zegt kerstfilm, ja. dan, dan denk je... Dan krijg je dat liedje, weet je ja, wel. Ja, Candy Cane dat... Lane hmm. van Eddie Murphy. Eddie Murphy is laat tijd wel hard op weg, weet je wel, weer aan een carrière opbouw, mm, ja. ja. we hebben heel lang niks meer van hem gezien. Maar Candy Cane Lane was wel pff, echt een kerstfilm, mm -hmm. uh, was een battle tussen uh, verschillende huizen die wie de beste kersttuin had en ja. dan uh, weet ik veel ja. en dan is een Christmas miracle gebeurt er ja. en dan zit er een villain achter en dan moet hij weer dingen doen en dan groeien ze uiteindelijk met z'n allen naar elkaar toe en dan is weer een happy end. Mm -hmm. um, met iedereen hartstikke blij en uh, de kerst is toch gered, weet je wel. Ja, en dat is een kerst altijd heb Ja, kerst. dat is wel een typische kerstfilm, maar dat hebben we heel veel gezien. Maar dit soort kerstfilms, wat we nu hebben gezien bij de holdovers, hebben we al heel lang niet meer gezien. Ja, nee, dat klopt. Want, ja. En ik heb echt, uh, in het begin was het een beetje uh, vaag, je zag het wel, er werd veel over gesproken. En dacht ik bij mezelf, ja, heb ik hier wel zin om naar te kijken? Maar toen ik er helemaal aan begon, ik heb echt genoten van deze film. En ik we zouden ook, ik moet dat ook zeggen, we zouden eerst Candy Kane Lane bespreken. Maar mm. toen ik deze film had gezien, ik zei nog tegen jullie van: Jongens, deze film is echt fantastisch. Hier moeten we sowieso naar kijken. Of jullie moeten hem sowieso zien. Mm. Maar laten we dan ook gewoon gelijk een episode van dit maken. En laten we Kenny Kane Lane gewoon links liggen. Want Kenny Kane, ja. lane achtige films die kun je elk jaar wel weer vinden. Ja, ja. Ja, ja, maar ja. Dit, dit, zulke films worden bijna niet meer gemaakt. Maar ik vond het echt geweldig, man. Ook gewoon dat hele ingesneeuwde setting. Ja, uh, dat ze overblijven voor kerst. Dat ze eenzaam zijn. En dat ze uiteindelijk weer bij elkaar komen. Uh, karakters die breken. Toch wat meer achterste van een tong laten zien. Um, dat de eentje wat softer wordt, aardiger wordt en dat die andere gewoon wat meer laat zien van zijn zachte kant in plaats van dat nee. harde, tough guy. Yeah. Um, maar, uh, even nu inspringen op die tough guy. Yeah. Uh, uh, Zo'n oude film is toch ook van, uh, hoe heet die De The Grinch? Grinch? Nee, dat is toch... nee, niet de Grinch. Ah, Je hebt ook eens samen bekeken die oude film, Zwart-Witte. Dus oh, uh, Christmas Carol ja, dat, is, dat gaat toch ook over een harde ja, ja, ja. die uiteindelijk toch weer ja, die, die is toch wel wat ja, maar dat is ook echt een Christmas film dat is ook inderdaad dat hij is zo'n ja. zo gierige guy en, maar uh, die verandert ook gedurende ja film, toch, en aan eindelijk? het einde wordt hij dan inderdaad uitgenodigd voor een diner en dan, ja. uh, ja. ja, is die, die helemaal in die Christmas vibes yeah. en zo. Ja, ja. Maar dat, ik heb het over dat soort films. Dat soort films worden <coughs> niet zo heel veel meer gemaakt, man. Het ja. is dus of uh, echt zoals Candy Cane Lane. Uh, of het is echt super, nog slechter dan dat. Maar <laughs> uh, dit was echt gewoon nice. Ja. Hoe het gewoon is verpakt. En hoe het is geleverd. En uh, hoe het uiteindelijk een soort van Christmas uh, spirit had. Ja. Hé, hey, maar ook uh, wat nog toffer is. is deze ja. film... Um, ja, er zijn al nu al heel veel van uh, Oscar-predictions en zo online. Mm -hmm. uh, maar je ziet hem wel heel de tijd terug. Uh, ja. In elke prediction zie je de holdovers terug. En dat is best wel nice. Ja. Uh, ik denk niet dat hij een award gaat pakken of een Oscar gaat pakken. Mm -hmm. Ik denk in elke categorie waar Oppenheimer in zit, ja. <laughs> yeah. wordt yes. het lastig. Want yeah. Oppenheimer echt. Ja, die was goed. De masterpiece, mm. uh, cinematografie, kostuum, muziek, uh, ja. noem het maar op. Visual effects zat er niet in, maar die visual effects zijn handmade, weet je wel. Um, al die dingen uh, gaat Oppenheimer sowieso domineren. Maar toch is het nice om te zien dat deze film wel in heel veel categorieën. voorspelling is dat dan nog steeds. Mm, yeah. Maar dat hij in heel veel categorieën wel genomineerd gaat zijn. Ja. Um, en dat voor een film die eigenlijk in een ijskast zat. Ja, <laughs> voor ja een pilot dat is, uh... die nooit is gemaakt. <laughs> ja. Um, ja, overal de hele film ja, is gewoon fucking nice, man. Yes. Dat sneeuw, dat setting, dat retro. Mm. Het oh, verhaal dat is gewoon geweldig. Het yes. is ook mijn soort film. Weet je wel, heel veel dialogen. Mm. Uh, niet per se die schiet die dood. En daar ontploft dat. En daar komt Iron Man. Weet je wel, dat soort dingen. <laughs> ben ik niet van. Dus uh, ik vond dit echt gewoon een geweldige film. Yes. Um, conclusie en rating, jongens. Conclusie en rating. Ik vind het jammer dat deze film uh, wat later in Nederland komt. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar echt... daar hadden we een vorige aflevering over. Ja, maar ze op echt perfect zijn als die voor Kerst zo. Als het ja. uit. ja. ja, ja. was uitgekomen, was is echt, echt nice. perfect. Maar dit is een film die je gewoon uh, tijdens kerst volgend jaar op RTL gaat zien, denk ik. Of over twee jaar. Ja, ja. Maar meestal krijgen films die een Oscar-nominatie hebben, krijgen later een boost. Oh, ja, uh, als ze ja, de ja, box overigens ja, niet goed hebben gedaan, komen ze later ja, ja, alsnog en ja, ja, allerlei ja, 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 dingen. Ja. Jij, daar kan. Oh, sorry. Oh, sorry. Uh, oh, uh, conclusie en uh, rating. Sorry. Oh, <laughs> je nee, nee, moet nog een rating geven. Echt topfilm, man. Maar de cijfers liggen er ook niet om, toch? Nee, we hebben, we hebben de cijfers, toch? Ja, Ja, ja IMDB 8.1. Uh, Rotten Tomatoes 96, ja. ja. Audience Score 91 en een 4.2 op Letterboxd. Ja, en ik sluit me helemaal daarbij aan. ik, ga, ah, ik twijfel tussen een 4 en een 4,5. Serieus. Ah, 4. 4. Maar 4+. Plus. 4? 4,5 ja. dus. Nee, 4,5. Ah, ja ja, en half. Ja, ja. ja, ik, ja, heb, ik nee, heb maar je ja. gut feeling. Wat wil je ja. zeggen? Je wilt 4,5 zeggen? 4,5. Ja? Ik ja, dus heb lang 4. niet zo'n leuke een kerstfilm gezien, waar ja. ik me best wel zo verbonden voel. Snap wat ik bedoel? Ja, ja, ja zoiets. Ja, je, ja, op een gegeven moment haat je hem en dan toch <laughs> hou je van hem. Op het, einde, op het einde heb je wel op een gegeven moment dat je zelf zegt van, ah jammer dat het einde zo is. Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, het einde Jeus. is perfect, daar niet van. Ja, ja. Maar denk je ja. van, oh, dat, dat had ook zo kunnen uh, als die misschien dit had gezegd in plaats van dat had gezegd en ja. dat had ook anders kunnen aflopen als dit had gedaan in plaats van dat. Mm. Dus je leeft echt lekker in mee, man. Ja man, klopt. En jij? Ik, hij euh, zegt klopt, en dan zegt ja, maar, hij, ik geef het niet ja, 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 ja. <laughs> Ik zei dat ik die film niks aan vond. Ja. Dat, hmm. Ik kwam binnen, jij vroeg wat vind je van die film, ik zeg niks aan. Ja, daarom denk ik is, dat je een 2,5 gaat geven. Nee, come ik ga geen 2,5 geven. <laughs> maar dat is, de reden dat ik dat zeg is, want uh, dat is niet mijn soort film. Kijk, ik hmm. vind die film niet leuk. Ja, niet, niet leuk, dat niet, maar um, dat is niet jouw soort ding, jouw is niet het van mijn soort ding, weet ja. je? Wat jij net zegt, bij mij is het gewoon van, oké, okay, die schiet die dood, daar wordt dat opgeblazen en dan ja. komt Iron Man in één keer erop. Wat nou als we alle karakters weghalen? <laughs> en een Iron Man die vrouw, is uh, die continue vrouw is Gomorra. En uh, ja, Captain America. <laughs> die docent is uh, inderdaad uh, Iron Man. Ja, Iron, Iron Man, geweldig. Iron Man. Ja, ja, ja. Ja. En, en aan die is Tom, Holland nee, Tom Holland met Spider-Man. Bijvoorbeeld. Ja. Oh ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, Spider-Man uh, ja, en uh, Ja. Dus wat zou je dat film dan geven? Een tien. Nee. 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 Weet je wat het is? Wat die film maakt is uh, het verhaal, de karakters, ja. de complete setting. En uh, ik ga ook gewoon heel straight zijn, daar ga ik hem ook op beoordelen. Ik kan okay. niet zeggen van ik geef die film een vijf, omdat ik die film niks aan vind. Het is. Uh, nou, ik vijf is volgens nee. mij het hoogste toch? Vijf sterren. Ja, maar maar, sterren. ja. op een tien. Oké. Weet je, um, ik wil die film gewoon beoordelen op. Wat um, jij ervan vindt. Nee, niet. Ja, wat, wat, wat ik van het verhaal vind. Ja. ja. Weet je, kijk, het verhaal <laughs> is sterk. De karakters in het film ook nee. goed. Ja. En wat jullie zeggen, het is wel een kerstfilm. Mm. Weet je, en ook hoe het zich afspeelt, de tijd, de setup en zo. Weet je, ik, het is niet mijn soort film. Mm. Ik hou niet van dit soort films, maar deze film heeft toch wel een pluspunt. een <laughs> langdradig verhaal. Ja, langdradig. ik al keer gezegd, het nee, is nee, dus niet mijn soort film. Nee, maar jij zegt steeds van, <laughs> van jij vindt hem sterk, Je vindt hem sterk, weet je? Maar zo, je. Ik denk dat er echt een lage gaat komen. Nee, nee, je man, hebt al ik, zoveel ik, 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 zelfverdediging maar, gedaan. het een 3,5. Oh, 3,5. Kijk. Dat komt puur omdat het niet mijn soort film is. Ai, ai, ai. Ik ga het kort houden. Oké. Okay. Ja. Uh, zoals ook ik wel. zeg, uh, Oscar predictions was het ding. Maar ik denk zelf ook dat die in verschillende categorieën, als kostuum, uh, screenplay. Uh, een, ja, sommige acteurs, actrices gaan sowieso genomineerd worden. Mm -hmm. uh, en terecht. Dat denk, uh, dat denk ik echt. Um, wil ik het een uh, 4,5 geven, man? Een 4,5. Ja. We hebben een 4,5, een 4,3,5. Ja. <laughs> nou. Dus... <laughs> Ja, dat ja, is een, 4. een 4. Daar gaan we. we laten dus is gewoon het, he? nou, nou, ja. een erin zitten. De Holdovers is uh, voor ons vier uh, sterren waard. Ja. Mocht um, ja, je de film nog uh, willen kijken, uh, hij komt pas in januari in Nederland in de bioscopen. Uh, maar je kunt nog altijd een VPN'tje aanzetten. Want hij was in Amerika in november uitgekomen. En binnen drie weken was hij te streamen. Uh, God oh. gezegd, ik vind het best wel schandalig. Wat er uh, ja. Nederlands uh, streamen. Gewoon uh, via een Amerikaanse streaming, okay. zoals kunnen we huren. Ja. Ja. Um, dus dat. Um, vier, sterren voor vier de Holdovers. Sterren. Yes, we zijn aan het einde gekomen van deze kerstspecial waar we de Holdovers vier sterren hebben gegeven. Uh, heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcasts. Terwijl je daar rondhangt, vergeet dan geen review te plaatsen, een comment te plaatsen, het belletje aan te zetten en de podcast te delen met je vrienden. Dat is superbelangrijk. Mm -hmm. Ook zijn we te vinden op verschillende social media platformen: TikTok en Instagram at the video Corner. of op Facebook de Videocorner. Volgende week zijn we weer terug met een reguliere aflevering waar we twee films en één serie gaan bespreken. Uh, jongens. Bedankt voor de aanwezigheid. Ja, bedankt. Ja, heel bedankt. Ja, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Slash kijken. Uh, en een fijne kerstwens nog. Yes. Uh, we zien jullie volgende week om 8 uur. Tot dan. Doei. Joe. Heb jij genoten van onze afleveringen? Wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan na adverteren@theck-corner.nl.